Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag in de video hebben we weer een update check, want gelukkig duurde de update van vandaag niet zo lang. Ik zat vandaag wel langer op school, dat is wel kut. Maar het is Pasen, tenminste binnenkort. En ja, er is Pasen update, dus die gaan we doen. We beginnen even bij de Passhop. Want het schijnt dat er nieuwe dingen zijn. Sowieso ga ik die niet kunnen vinden. Of het zijn allemaal die van vorig jaar. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, bij mij is alles verkocht. Dus ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik deze had. Oké, ik weet dat ik dit had en dit. Oké, boeit verder niet. Misschien dat we iets leuks kunnen vinden. Deze is echt duur hoor. Die mocht je niet kopen, zou ik zeggen. Een zadel misschien. Nee. Dekje. Deze is wel leuk. Deze ga ik kopen. Maar er is ook een soort van wolkwereld uit. Ik weet niet precies. Maar daar gaan we ook eventjes heen. Want ja, dat is leuk. Oeh, dit shirtje is leuk. Oké, dat was het. Ik heb echt geen doorwikkelingen. Oh ja, en de video trouwens. Een soort van die code en zo. Bedankt voor jullie comments. Ik heb besloten om te sparen voor een paard. Dit staat trouwens echt niet bij elkaar. Wacht. Dit ook niet. Maar die hoed staat er eigenlijk wel leuk bij dit shirt. Oké. Wat gaan we eens eerst doen? Ik wil wel eerst naar Zilvergleed om die eieren te rapen. Maar ik wil heel graag naar de wolkwereld. Dus we moeten... Je kan hier trouwens, je kan ook naar die wolkwereld als je geen stalrijder bent. Alleen er is een race. En ja, kijk, luchtballon. En ja, als je stalrijder bent ben je wel even ietsje sneller. En ik ben op Pepper Power omdat het schijnt dat er al een soort van 1 april toevoeging al is. En ja, ik ben wel benieuwd wat dat dan zou zijn. Maar... volgens mij is het weer dat je je paard voordat het 1 april is al in een beest kan veranderen. Maar dat zien we dan wel. Oké, ik heb geen zin om jouw quest te lezen. Ja, ik weet het zeker. Oh, wat is dit? Het ziet er heel raar uit. Oh, wow. Het is echt druk hier trouwens. Drukjes hier al. Zo. Oké. Soms heb ik echt trouwens het gevoel alsof alle servers in één server zitten. Oké. Oeh, rainbow. We gaan naar de regenboog, jongens. Wow, deze muziek, jongens. Amazing. Oh, kun je op, maar ik denk niet dat het heel veel is. Oeh, double rainbow. Kom, we gaan die mensjes volgen. Het is daar druk. We gaan erheen, jongens. Wat is dit? De regenboogwedstrijd. Oké. Wat? Jongens, dit lijkt op Mario Kart. Ik zweer het jullie. Oké. Wel, oké. Laten we de highscore race doen. Jongens, dit is echt Mario Kart vibes. Als je dat kent. Oh, hoe werkt dit? Oh, jongens. Dit doet me zo erg aan zijn spel op je telefoon denken. Wow. Oh. Ik moet de andere kant op. Daarheen. Ja. Hoppa. Wee. Wow. Wat verdomme. Ah. Oh, jongens. Wat een weerwar is dit, zeg. Oh nee, daar moet ik niet in. Ah, fuck. Shit, sorry. Oh, help, het gaat regenen. Shit. Nee, daar wil ik niet in. Nee. Shit. Kak, sorry. Dus iedere keer dat ik val, het gaat regenen of zo. Nou, godverdomme. Het is moeilijk hoor. Ah, tornado, help. Shit, man. Dit is echt moeilijk.
jongens, echt een beetje vrienden Mario Kart vibes hier. Dat geluidje ook. Klik, klik. Wee! Wow. Hey, waar zijn die hoefijzers eigenlijk voor? Oh, moet ik er per se 70 halen? Nou, eerlijk weer. Ik kan net zoveel rondes gaan rijden totdat je er 70 hebt. Shitje, Mina. Moet je al die dingen gaan halen? Nou, Star Stable, dit is echt overdreven hoor. Echt overdreven dit. Oeh, ik kan vliegen. Oh, help. Ik moet daarheen. Wee. Daar is er een. Ah! Hé? Dit is zo ingewikkeld. Oké, wacht. Nee, daar wil ik niet. Nee, nee. Ach, godverdomme. Sorry voor mijn taalgebruik, jongens. Maar dit is een beetje gemeen, dit. Nee. Ja, echt. Serieus? Meen je dit nou? Nee, ik moet daar, ik moet daar, ik moet daar. Oh, waarom is het hier zo glad? Is het omdat het regent? Ik ga even zo langs. Ik kan amper op deze rand komen. Kom op, Pepper Power. Oké, we zijn weer terug op de regenboog. En ik wil niet geraakt worden door die tornado. Waar zijn de andere hoefijzers dan? Want ik zou echt niet weten waar de anderen zijn. Ik ga trouwens echt heel erg sloom. Wow! Holy crap! Wat is dit? Huh? Help! Huh? Oh, nice! Hier zijn ook hoefijzers. Wee! Whoop. Oh, dit doet me aan Alicia denken. Dat was het. Want daar heb je zomaar ook hoefijzers. Ja, dan moet ik er nog 4, jongens. Oh. Huh? Jouw beloning, 270 paarden XP. Oh, nice. Hoe moet je hier nu weg dan? Oh, wacht, we zijn er al uit. What the fuck is deze shit, jongens? Hoe random is dit eigenlijk? Nou ja. Je doet dus 2 rondes en dan moet je zoveel mogelijk ijzers verzamelen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je in 1 keer 70 zou halen. Oh. Oké. Dat knipperen maakt het ook echt niet heel vreemd. Laten we nog een keer naar beneden vallen. Want kijk, dit vind ik zo raar. Dit klopt gewoon niet. Dat je zo knippert. Dat is echt zo vreemd. Nou ja. Dan gaan we terug. Dit ziet er echt uit als een film of zo. Oh, het is hier echt fucking druk. We gaan eventjes naar Supergleeddorp. Want ja, dit was het Wolkenkoninkrijk. Ik weet niet precies wat hier zo bijzonder aan is. Ja, leuk regenboograce. Maar het is echt fucking moeilijk, Star Stable. Dus ja. Vooral dat stuk dat gaat regenen is echt heel irritant van een glijden. En dan, ja. Misschien, trouwens, naar dat wolkending, daar kunnen geen, daar kan Spirit niet komen. Dat vind ik echt heel racistisch voor Spirit. De eerste keer dat ik medelijden met hem heb. Maar, ja, ik weet niet. Ik vind dat echt zo oneerlijk eigenlijk. Trouwens, Star Stable verandert steeds zijn grootte op mijn laptop. Dus jullie zien nu helemaal mijn XP-bak niet. En ik, als ik niet opneem, zie ik dat zelf ook niet. Dus dat is super irritant. Maar ik moet er nog even een manier op vinden. En hier zijn we bij Felix. Hallo Felix. Zoek alle eieren. Is goed. Als het goed is heb ik deze quest vorig jaar ook gedaan. Maar volgens mij heb ik toen niet opgenomen. Ofwel, I don't know. Oh, ja. Paard, dat is heel goed. Maar niet juist. Oké, jongens, ik heb geen zin om dit op te nemen, want dan is het alleen maar zo stil en dat is niet leuk voor jullie. Dus ik zie jullie zo meteen terug als ik klaar ben. Oké, hier ben ik weer. Ik heb het laatste eitje gevonden. En nu, oh, zitten we vast. Ja. Ik zag een paar mensen. Oh, ja, dat is heel irritant als ik dat krijg. Ik zag net een paar mensen met een gekleurd paard lopen. Oh, we hebben eierdopjes gekregen. Meestal heb je daar niks aan, maar misschien kunnen we er wel iets mee. Ja,
Nu zijn er dus heel veel mensen waarvan ze zeggen dat je eieren moet zoeken. Maar ik vind dat heel erg irritant. Dus die doe ik later wel. Kijk, een magisch konijn. Er gebeurt niks, wat? Jongens, waarom gebeurt er niks? Sowieso, ik zie er voor andere mensen wel anders uit, maar... Ik verander niet van kleur, terwijl ik er net wel een zag, maar... Dit is zo stom. Oh, moet ik echt gaan reloggen? Waarom nou? Oké, jongens, ik ga even die eitjes zoeken dan. Ik vind dit wel vreemd. Sowieso, ik zie er voor andere mensen nu helemaal gekleurd uit en zo. Maar ja, ik weet het ook niet. Oh, ik wil niet bij jou stoppen, Felix. Oké, er zijn dus ook gouden eieren op Jorvik, ergens. Heel goed verstopt of zo, weet ik veel. En die wil ik ook gaan zoeken. Ik ga ze sowieso niet vinden, maar... Oh, daar was er een. Geen goud ei, maar een gewoon ei. Ik heb trouwens echt zin in komend Pasen. Alleen, eerste paasdag is het ook 1 april. En dat is echt... Dat is gewoon woest, jongens. Dat is woest. Oh, ja. Oké. Okay. Eentje in de boom. Heel origineel. Oh ja, wacht. Hier kan je niet uit. Ik vind het irritant dat die muur hier midden in de stad ook nog eens een keer staat. Oké. Ik weet echt niet. Ik zit te bedenken wat ik kan doen. Zodat ik mezelf als kleur zie. Maar ik denk wel dat ik even ga reloggen. Ik snap niet waarom het niet werkte. Eigenlijk. Oh, ik heb zo'n hekel hier aan dat je iedere keer... Je kan ook niet springen of zo. Je moet gewoon iedere keer omrijden. Godverdomme, paard. Sorry voor mijn taalgebruik normaal, maar... Ik zit me een beetje te ergeren hier zo. Oké, hier ligt nog een ei. Oké, de laatste. Waar is de laatste? Ik wil de laatste. Dan krijg ik iets... Sowieso weer 2 eierdopjes of zo. Maar dan nog. Het is wel gratis. Geef me dat laatste ei. Maar als het goed is, ligt hij in de stad. Maar zit ik dan weer zo blind te kijken? Of, misschien. Die... toch hierachter ligt. Dat is de enige plek waar ik nog niet heb gekeken. Hier kan je niet achter. Dus hier ligt hij ook niet. Hoe kan dit? Waar is die? Waar is de laatste? Godverdomme ei. Ik ben nou 3 minuten bezig met een zoeken van een miserig ei. Oh, daar is die. Nou ja, niet van het zoeken van 1, maar... Ach, laat ik maar. Oké, eierjacht. Onderdeel afgerond. Oh, een stokbrood. Is die om te eten? Oh, brood om aan je paard te voeren. Oké. Dan heb ik weer wat om mijn paarden weer een beetje blij te maken. Oké, als die nu nog niet werkt, ga ik wel even reloggen. Ja, oké, hij werkt niet. Ik ga even reloggen. Ik zie jullie zo meteen. Nou jongens, ik ben aan het inloggen. Ik ben ingelogd. Hij moet alleen nog laden. En jongens, ik wil jullie even vragen. Kunnen jullie alsjeblieft op mij abonneren? Want bij de 100 abonnees heb ik zo'n leuke verrassing voor jullie. En ik heb er echt zin in om dat te doen. Maar jullie moeten het zeg maar wel verdienen door mij te abonneren. Ik hoop dat hij het nu wel gaat doen, want anders ben ik heel sad. Oh, dit meen je toch niet? Jongens, tell me, wat moet ik doen om dit op te lossen? Zou er iets zijn dat ik moet aanvinken of zo? Want waarom doet deze kleur het niet?
Ik weet het niet. Why? Wat is dit? Maar je paard heeft toch niet meer zo'n ster op je hoofdstel? Waarom is die knop er dan nog? Zomaar. Oké, maar waarom doet hij het niet? Ik vraag het even. Is er iemand die ook geen kleuren ziet? Elise, ben ik gekleurd? Oh, ik dacht heel even, die gaan me scotten. Pay op. Ik kan mezelf dus niet kleuren. Hij werkt niet meer. Dat kan ook. Hij werkt helemaal niet meer. Ik denk dat het een kleine bug van Star Stable is. Dat dit pas op 1 april hoort te komen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is mijn theorie. En mijn telefoon trilt. Dat interesseert me niet. Dat interesseert me niet. Dat interesseert me ook niet. Oké. Nou, als die niet meer werkt, dan is het dus een soort van bug van Star Stable. Dat ze dat per ongeluk al in het spel hebben gezet. Maar wat kan ik doen? Misschien kunnen we nog wel even ergens anders eieren gaan zoeken. Maar staat hier niet tussen? Is hij niet fantastisch? Tori in voor Pinta. Huh? Tori, maar dat is... Dat is van Spirit. Wacht even. Je klopt niet. Ik ga even naar Verdwinta. Wat is dit? Wat? Is dit een... Dit is een spirit quest. Hoe dan? Oké, wat? Star Stable slaat op tilt. Alert, alert. Oh ja, trouwens, ik heb niet zo'n hele goede wifi. Dus mijn chat en trailer lopen een beetje vast. Als dat bij jullie ook is. Terwijl dat jullie gewoon goede wifi hebben. Zet dat even in de comments. Hoe heet het? Mijn Star Stable die tript hem een beetje. Want ik heb nu quest van Tori. Is dat misschien omdat ik spirit terug heb of zo? What the fuck gebeurt hier? Hé? Ja, maar nou staat die zeker voor altijd hierin of zo. Ja, stront. Oké, ik ga wel met hem praten. We kunnen hier eitjes zoeken, dus dan doen we dat maar. Oké, je vindt paaseieren. Ik ken voor Pinta echt op mijn tuinpie. Ik was hier als niet-stalrijder, zeg maar, helemaal voordat ik YouTube ook begon. Was ik hier echt iedere dag gewoon een uur lang. Terwijl dat ik maar 20 minuten mocht spelen of zo. Was ik hier gewoon een uur lang aan het rondhangen. Ik zie er één op een standbeeld. En de paardenmarkt is aan het opbouwen. Ik vind het jammer, de paas is hier maar 1 week, hè. Dat is echt super stom. Nou ja. Niks aan te doen. Is hier misschien een gouden paasei of zo? Ik vraag me echt af waar die dingen zijn. Misschien komt er wel een YouTube filmpje van om. En dan kan ik dat zaterdag doen of zo. Maar jongens, even terug naar mijn abonnees special. Als ik de 100 abonnees heb, dan gebeurt er iets super leuks. En bij de 95 abonnees ga ik onthullen wat datgene is. En dan hoef ik nog maar 5 abonnees voordat het echt gaat gebeuren. Dus jongens, ga maar even gewoon abonneren, want dan kom je er vanzelf achter. En ik vertel jullie alvast, het is geen speciale video meer. Het is iets nog specialers. Kijk, ik wist dat hier een ei zou liggen. Een soort van wist ik dat. Niet echt. Daar ligt een ei, maar die is niet beglinsterd. Nee, laat maar. Oké.
Maar jongens, please abonneer, zodat ik de 100 abonnees heb, minimaal. En dan komt er een hele leuke special luchttrein in de disco misschien. Ja, achter de bank. Next. Er was daar eentje. Maar de regenbogen zijn nu weg. Dat is wel. En ik heb gelukkig al mijn regenbooggoud kunnen inwisselen. En mijn kast zit propvol met de regenboog fortuin, weet ik veel wat, zooi. En ja, zijn die kanonnen gewisseld of zo? Volgens mij stond die eerst hier. Dat zal wel. Ik ben een beetje aan het doorpraten. Als je er problemen mee hebt, heb je pech. Waar zijn jullie laatste eitjes? Jongens, ben ik nou zo kippig of verstopt de Star Stable deze eieren echt gewoon te goed eigenlijk? Oké, het laatste ei, die ga ik echt nooit vinden. Zo hier. Kom dan. Oké, ik weet dat Loen geen zin heeft, maar... Kom dan eitje, daar ben je dan. Ik denk niet dat die in een winkel ligt, maar als ik hem niet kan vinden, ga ik toch wel even in de pet shop kijken, maar deze video duurt trouwens alweer best wel lang, maar I don't care. Ligt hier achter misschien? Echt bijna niemand weet dat hier een speciaal dingetje is. Oké, dan lacht hij niet. Kan die misschien beneden liggen? Ergens. Ja. Zo, als ik niet slim was, dan had ik het nooit geweten. Ja, ik ben echt totaal niet slim, maar oké. Slimmer dan de meeste mensen. Ja, dag. Oké. Eierjacht. Ik heb een zadel gekregen. Dat gebeurt ook niet vaak. Oeh. Interessant. Laten we dit zadel eens gaan bekijken. Wow, hij is nog best wel mooi. Hij is wel heel kleurrijk. Oké. Ja. Misschien denk ik dat ik weet op welke plek er een gouden ei zou kunnen liggen. Dus gaan we even snel heen. Dus ik heb geen zin om zo de video af te sluiten. Ik wil per se een gouden ei vinden. Dat wil ik. Dat moet. Ik denk namelijk dat er hier in de buurt één ligt. En als het goed is, als je je Star Stable geluid aan hebt, dan hoor je een kakelende kip. Dus ik ga heel stil zijn. Oké, ik heb nog niks gehoord. Maar ik wil per se een gouden ei vinden. Dat moet gewoon. Jongens, ik ga geen gouden ei vinden. Dat vind ik niet leuk. Waar kan er eentje liggen? Denk. Ugh. Ik heb geen zin om te denken. Waar kan er een gouden ei liggen? Oké, jongens, ik ben zo bij jullie terug. Ik wil weten waar een ei ligt. Oké, I'm on my way. Ik heb niet echt een video gekeken of zo. Maar ik zat te bedenken, misschien dat hij ergens op een plek zit waar je het totaal niet verwacht. Op een hele open plek of zo. Ja, ik zit nu waarschijnlijk echt onzin te praten. Maar. We gaan maar even kijken. Ik weet ook niet. Ik weet het ook niet. En ja.
ben nu echt heel stil omdat ik het anders niet kan verstaan. Als ik er langs rijd of zo. Ik weet wel ongeveer hoe ze eruit zien, maar ik ben echt overal aan het kijken. Sowieso rijd ik er echt vlak langs heen dat ik net het getik niet meer. Getok, weet ik veel. Misschien ligt hij ergens in het bos. Dat zou ik eigenlijk wel verwachten. Dus. Dan gaan we maar op zoek naar een ei. Dit meen je toch niet? Hier ook al niet. Of Star Stable tript hem. Of ze zijn gewoon te goed verstopt. Waarschijnlijk het tweede, maar Star Stable tript hem wel vaker. En daarmee bedoel ik dat hij echt geen idee heeft wat hij doet. Nou jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren voor de 100 abonnees. En ja, tot in de volgende video. Doei!